Mannen, pannenkoekske, taske thee. Nathan eet een pannenkoekje. Net stonden er zo van die mensen voor mijn deur en die verkochten pannenkoeken. En ik dacht, ik ga de good guy zijn. Ik ga vandaag de mensheid helpen. En ik heb een pak pannenkoeken gekocht. En ze zijn wel lekker, ze waren de 5 euro waard. Maar daar ga ik met jullie in deze video helemaal niet over hebben. Vandaag is een hele speciale dag op mijn channel. Het is de dag dat we iets nieuws gaan proberen. Maar eerst even die deur dicht doen, want het werkt enorm op mijn zenuwen. Veel beter. Vandaag gaan we geen praatvideo maken, geen gamevideo, geen challenge. Niks van die dingen die ik meestal wel doe op mijn kanaal. Vandaag ga ik iets nieuws proberen. Iets wat ik nog nooit echt heb gezien op YouTube. Dus ik kan wel zeggen dat het redelijk uniek is. Ik ga vandaag improviseren. En dat is niet zo'n random video zoals ik soms wel eens doe. Ik ga een onderwerp zeggen en daarover gaat de video gaan. Maar ik ga niet in mijn kamer blijven. Ik ga naar mijn tuin gaan en zo. Dus jullie gaan allemaal wel zien hoe het zit. Doe zeker al een duimpje omhoog, zodat ik weet dat jullie ook in zijn voor nieuwe dingen. En dat jullie hier ook zitten op te wachten dat er iets leuks op jullie beeldscherm komt. Dus ik hoop dat jullie deze video heel leuk gaan vinden. Doe zeker een duimpje omhoog als je dat apprecieert. En dan zou ik zeggen, let's go. Ja, YouTube, wij zitten hier met vandaag een video waarin ik jullie de power of magic ga tonen. Ik heb 2 decks. Ik heb een rode en een blauwe. En we gaan de blauwe gebruiken, want de rode zijn te nieuw. Dus ja. Nadat ik in 3 video's met kaarten had geschoten, hadden heel veel mensen gevraagd aan mij: hey Acid, why do you do the card trick? En mensen begonnen dus allemaal vragen te stellen van: waarom doe je die kaarttrucken? Waarom zeg je tegen ons altijd: wanna see the card trick everyone's talking about? En waarom zeg je al die dingen van die kaarttrucken als je nooit echt de kaarttruc doet? Punt is, in deze video ga ik jullie de ziekste kaarttruc ooit tonen. Dus ik zou zeggen, ja. Ik wilde jullie denken aan 1 kaart. Ik wilde jullie 1 kaart in jullie hoofd nemen en ieder voor zich aan die kaart denk. Oké, heb jij kaart in je hoofd? Ik kan natuurlijk niet weten welke kaart jij in je hoofd hebt. Maar toch ga ik jouw kaart uit deze pak toveren. En hoe ga ik dat doen? Met de kracht van magie. Dus ik zou zeggen, ja, ik ga gewoon de pak door elkaar halen. En ik ga er niks speciaal mee doen. Ik ga gewoon de kaarten eens afschieten. En dan heb ik eigenlijk al mijn kaarten gewoon door elkaar in een pak. Nu ga ik jouw kaart daaruit toveren. Let op. Was dit jouw kaart? Hè? Wat zeg je? Was harte 4 jouw kaart niet? Is harte 4 jouw kaart niet? Is harte 4 is niet jouw kaart? Is allemaal een deel van de truc. Als harte 4 wel jouw kaart was, oké. Maar dus ik ga de volgende stap van de truc doen en daarvoor wil ik jullie meekomen. Maar ja, we gaan de truc fucking episch laten doen, dus let's go. De tas is leeg, maar ik heb wel een andere camera mee. Ja, YouTube! Eigenlijk is dit mijn oude camera en ja, ik heb die niet meer nodig. Want die werkt niet meer en die filmde, weet ik veel, een halve frame of zo. Dus laten we beginnen aan de magic trick. Iedereen komt als je Leo roept. Leo! Er is nog niemand, er komt nog niemand. Het was een troll. Je krijgt dit stukje Leo van mij als je de video deelt en op like duwt. Dus let's go! Dus hier heb ik mijn pakkaarten. En de eerste kaart is de Yu-Gi-Oh kaart. Is zo, ja, Yu-Gi-Oh is wel redelijk bekend, denk ik. En met deze kaart gaan we eigenlijk niks doen. Ik weet echt niet waarom ik die kaart mee heb genomen. Maar dus ja, dat was de Yu-Gi-Oh kaart. En die ga ik dus in dit lege kopje doen. En dan, ja, dan ligt dat erin. Dus de Yu-Gi-Oh kaarten in het kopje. Dan heb ik hier natuurlijk wel nog gewoon de pakkaarten die gewoon kaarten zijn. Let's go. Belangrijke stap van deze truc is dat je je kaarten, ja, gewoon goed houdt. En dan hou je eigenlijk nog een klein deeltje kaarten over. En dit is het deel dat wij gaan gebruiken voor de truc. We hebben hier dus 20 kaarten. En wat gaan wij doen met die kaarten? Het is heel erg moeilijk. Je moet goed opletten. Als je dat hebt gedaan, ligt heel je tuin vol met kaarten. Het volgende wat je moet doen is redelijk simpel. Je steekt gewoon je hand in brand en je toont eigenlijk dat je de vuurmeester bent. Ah, fuck. Ah, tering. Ah, fuck. What the fuck?
Wat je dan moet doen is simpel. Je neemt één kaart uit de hoop. Laten we zeggen dat ik deze kaart neem. Dan hebben wij de harte 8. Op deze kaart staat er een 8. En dat betekent dus 4 plus 4. En op de kaart staat er ook een hartje. En een hartje betekent natuurlijk liefde. De kaart is ook rood. En rood betekent natuurlijk vuur. En misschien weten jullie het niet, maar rode kaarten moet je altijd in brand steken. Dan heb je een vlammende rode kaart. En je moet zorgen dat de kaart helemaal verbrand. En dan... Ja, fuck, holy shit. Dan heb je dus een kaart. En die kaart is nog altijd de harte 8. Zoals je kan zien zit er nu een gat in onze kaart. En dat was eigenlijk niet de bedoeling. Dus ik ga die shit gewoon weggooien en ja. Maar ik heb jullie kaart nog altijd niet gevonden. Dus ik ga jullie kaart zoeken met behulp van een... Ik ben de vuurmeester. Zoals jullie natuurlijk allemaal weten, zit de Yu-Gi-Oh! Kaart nog altijd in deze tas. Wat ga ik nu doen? Ik neem de tas en ik steek daar gewoon een simpel papieren zakdoekje in. Dan kan je het papieren zakdoekje aansteken. Zoals je ziet staat het papieren zakdoekje nu in brand. En wat gaan wij doen? Ik ga blazen. Ah, uit. What the fuck? Okay. En dan komt er rook uit het potje. En dan heb je eigenlijk gewoon een rookpot. En je moet het een beetje laten uitroken. Ik denk dat het niet de bedoeling is dat het zo hard blijft roken. Als je het 5 minuten hebt laten staan, rookt het nog altijd. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar ik ga het blussen met water. En dan stopt het dus met roken. En dan hebben wij een smurrie met ja, onze Yu-Gi-Oh! Kaart in. Dan heb je dus de pot met de kaart. En dan doe je dit. Neemt je kopje. En in één beweging ga je... gieten. En je zult zien, de kom is leeg. Tada! Maar Acid, waar is onze kaart nu? Als jij nu eens heel goed je gant in je achterzak stopt, dan zul je zeggen, holy shit, er zit hier een kaart. En als je die kaart uithaalt, is het altijd de harte 10. En de harte 10 is eigenlijk een mooie kaart, waar je kan hem in brand steken en dan ja. Hey, kijk, het is een verbrand hartje. En dan als je hard genoeg drukt, dan trek je en dan duw je en trek en duw en duw. En dan zit er gewoon een gaatje in je kaart en je kan er door kijken en dan ja, dan daar. En dan kan je de kaart scheuren en dan heb je een kaart. Holy shit, ja, deze kaart is ja. Kapot. Maar dus we gaan weer naar boven, want ja. Het is hier echt een fucking stort en ik moet dat allemaal opruimen. Dus ja, joe. Kat zat heel de tijd mee te kijken naar de magic trick. Ze vond het maar niks, dus nu gaat ze weg. Kat, wat vond je ervan? Dan moeten de mensen de video liken. Okay. Dat is dus wat ik doe als ik alleen thuis ben. Eigenlijk was het gewoon omdat ik wou een video opnemen voor jullie. En ik had niet echt een idee. En dat was het coolste wat bij me opkwam om te doen. Dus misschien sloeg het nergens op en was het gewoon bullshit. Maar ik hoop dat jullie wel een keer hebben kunnen lachen. En zo niet, ja. Dan is mijn missie gefaald. Ik vind het dus ook jammer, maar nee, ik kan geen kaarttricks. Ik kan het gewoon niet. Ik oefen er wel op en ik begin het een beetje te kunnen, maar... Oefening baart kunst en ik ga gewoon blijven oefenen en ooit ga ik wel een nice kaarttrick tonen, dus ja. Als je mij ook ziet een keer in het echt op een bijeenkomst of zo op een meeting, ga ik wel mijn kaarten mee hebben en ga ik wel een keer een kaarttrick doen. Dus ik denk wel dat dat vet zou zijn. Deze video sloeg nergens op en was waarschijnlijk gewoon fucking fucked up. Of vond jij het leuk, dan zeker duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zeg, doe dat niet na, dat was fucking dom. Maar toch zeg ik jongens, adios. Ali, 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 ali.